Weet je, wat belangrijk is, dat die worsteling is onderdeel van het resultaat. En dat we in dat proces commitment hebben opgehaald, betrokkenheid hebben gerealiseerd. Dus die worsteling op zich is niet voor niks geweest. Het ontwikkelen en het bedenken begin je met die alliantie en die verbinding. En die moet je vasthouden en die hou je veel makkelijker vast als je vroeg met het verbinden begint. Die moet je vasthouden tot en met de realisatie en uiteindelijk ook de exploitatie ervan. Mensen wachten op concrete resultaten, vooral in deze financieel lastige tijd. Dus laat je zien, ook met concrete dingen. Weet je, daar zitten mensen die uiteindelijk het werk in de zorg doen, echt op te wachten. Ding 1 is, kijk naar buiten. Sta je niet blind op alleen maar zorg, maar ga inderdaad eens naar de Albert Heijn kijken, naar hoe Walmart dingen doet, naar hoe de bouw dingen doet, nou, de financiële sector dingen doet. Niet om het te kopiëren, maar om erdoor geïnspireerd te raken, dat is 1. En 2, ga veel vast. Durf te falen en wees open over je falen. Als het misgaat, deel dat met iedereen, zodat niet iedereen in Nederland dezelfde fout nog een keer gaat maken. Dat stimuleert creativiteit. Daardoor krijg je ook meer mensen uit hogescholen en universiteiten om je te komen helpen met creatieve dingen doen. Maar kleine projecten onder architectuur en zorg dat je je creativiteit in de mensen benut. Het verborgen vermogen van de groep die je hier hebt, is dat ze allemaal ongeveer dezelfde problemen hebben. Allemaal ongeveer dezelfde achtergrond hebben. Allemaal ongeveer voor dezelfde werkgevers werken. Dus het verborgen samenwerken ligt gewoon voor de hand. Laat ik het zo zeggen. Het denken moet gaan beginnen voortaan altijd met informatieinhoud. Wat is de informatie die we willen delen en hoe is die gestructureerd? En niet met oplossingen voor één instelling of een andere instelling. Dus niet per instelling denken, niet per IT-oplossing denken. Maar vooral eerst het hebben over wat is de inhoud van de patiënteninformatie die we willen delen met elkaar. En hoe krijgen we dan voor elkaar dat die ook aanwezig is in al die systemen? En dat is de grote vraag. Het is behoorlijk chaos voor patiënten, niet voor een eenvoudige patiënt die met één enkelvoudig probleem een ziekenhuis binnenwandelt. Maar het is wel chaos voor een patiënt die bij een paar ziekenhuizen terecht moet en misschien nog een verzorgingsinstelling of een huisarts en een apotheker. Daar is gewoon geen eenduidig informatiebeeld over die patiënt. Er is niet gewoon één informatiebeeld van de patiënt toegankelijk voor elke zorgverlener die belang heeft voor de patiënt. Je moet heel veel meer talen spreken, maar wat je vooral moet doen is luisteren. Dat is echt de kernboodschap. Je moet spreken, je moet begrijpen wat mensen zeggen, wat ze bedoelen, door blijven vragen en nieuwsgierig zijn naar wat ze willen en wat ze vooral nodig hebben. Maak het klein en behapbaar. Ga niet meteen inderdaad het plan maken om de wereld te veranderen, maar kijk wat je met kleine dingen al kunt realiseren. En zoek verbinding. Ga het niet in je eentje doen. En verbinding is zowel in je eigen ziekenhuis, in je eigen omgeving, als met andere ziekenhuizen, maar ook buiten de zorg. Dus verbind en luister.